Alle deuren openen zich voor Huizenjacht, dus ook die van bekende Nederlanders. En vandaag nemen we een kijkje in de woning van... Hallo, ik ben Hein Vergeer. Welkom in ons huis. Ik neem jullie graag mee voor een rondleiding. Het is eigenlijk wel grappig. We hebben een half jaar geleden ons huis volledig verbouwd. Omdat we het idee hadden... Ja, we wonen hier al bijna 25 jaar en hadden gekeken naar andere huizen. En dachten van, goh, ja, we hebben twee dochters en die worden groot. Dus op die manier dachten we, nou, het wordt wel eens tijd om wat anders. En toen hebben we toch besloten om dit te verbouwen. Eigenlijk volledig rigoureus. We zijn een half jaar weg geweest. Van onderaf aan helemaal kaal gemaakt en weer opgebouwd. We hebben gebruik gemaakt van een binnenhuisarchitect. Die ons heel erg meegenomen heeft aan onze hand. Vooral omdat hij gaf ons net even andere inzichten. Wisten we heel goed wat we wilden. We wilden ruimte in onze kamer hebben. Het was een beetje hokkerig in het verleden. We hadden een dichte keuken. Dat hebben we eigenlijk opengemaakt en hebben we gekozen om een eiland erin te zetten. Niet zoals heel veel mensen hebben een kookeiland. Ik kook wel heel graag, maar ik vind dat die keuken efficiënt moet zijn. En om iedere keer heen en weer te sjouwen tussen de wasbak, de koelkast en mijn kookplaat... hebben we heel duidelijk gekozen om het koken en het wassen aan één kant te houden. Als je gaat verbouwen, dan begin je weer overnieuw. Dus we zijn eigenlijk verhuisd. En we zijn verhuisd naar hetzelfde huis. Alleen het ziet er totaal anders uit. We wilden heel graag een open haard in het huis, een gashaard. Maar die moest wel van twee kanten bereikbaar zijn. Dus met andere woorden, als je heerlijk met vrienden aan tafel zit, wat we graag doen, lekker borrelen en lekker eten. Dat we ook vanuit de hoek van de zithoek, zeg maar, profijt hadden van de open haard. Het meest trots ben ik eigenlijk als we naar de verbouwing kijken, is de harmonie die in het huis terugkomt. De elementen die we hebben in de keuken, die vind je terug in de badkamer. De kleuren komen daar ook weer terug. Maar ook de accenten, bijvoorbeeld in de vorm van een nisje. In de badkamer is die dan turquoise en in de keuken is die rood. Maar dat komt ook weer terug in de barkrukken, in de lamp. En op die manier speel je met kleuren, waardoor het in één keer een heel andere aankleding krijgt. Ja, iedereen heeft in zijn eigen huis een lievelingsplek. Eigenlijk heb ik er twee. Eén is, ik zit graag aan de ronde tafel die we hebben. En daarnaast heb ik de hoek van de bank, waar je heerlijk onderuit zakt en op je dooi gemak of een boek lezen of mijn spullen doornemen voor mijn zaak of heerlijk tv kijk. Nou, het leuke is, we hebben een best wel een heerlijke tuin. We wonen in een dorpje Haastrecht, dat is gewoon een ontzettend leuk dorpje. En wij wilden hier eigenlijk niet weg. We wonen aan de Hollandse IJssel. Ideaal. En we hebben gekozen om een groot terras achter te hebben. Een soort veranda-achtig. Waarin we zomers heerlijk de deuren volledig open kunnen zetten. En waardoor je huiskamer alleen maar groter maakt. Eigenlijk is alles wel wat we doorgevoerd hebben qua kleuren. Hè, dat is van de tuin tot aan zeg maar de zolder. Is op die manier ingevuld. Ik woon heel mijn leven al in Haastrecht. Het is heel apart. Ik ben zelfs in deze straat geboren. En we zijn één keer verhuisd, dat is hier naartoe. En het geeft het comfort wat we graag willen. Daarom heb ik een verbouwing achter de rug. En het is de plek waar ik alles van me af kan laten vallen. En met warmte om mij. Woon jij ook in het huis van je dromen? We willen het graag zien, dus geef je op via de website.